President Santokki heeft vanmorgen tijdens het gesprek met de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag niet alleen het standpunt van Suriname besproken, maar ook dat van de CARICOM. In Suriname zijn er discussies gaande over het aanbieden van de excuses, maar ook binnen de Caribische gemeenschap worden er gemeenschappelijke besluiten genomen ten aanzien van inhoud en aanpak. Voor het staatshoofd gaat het niet alleen om het verstrekken van informatie, maar meer nog om het meegeven van perspectieven. Kaag kwam gisteravond aan in Suriname om op regeringsniveau en met de maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over het aanbieden van excuses op maandag 19 december aanstaande. Zowel in Suriname als Nederland wordt er fel gereageerd op de datum van excuses. Maar premier Rutte houdt vast aan die datum, ondanks diverse overlegmomenten. Op voorstel van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden kwam vicepremier Kaag naar Suriname en partijen hadden vanmiddag een gesprek op de Nederlandse ambassade. Inmiddels werd vanmiddag bekend dat premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie heeft aangegeven geen herstelbetalingen te zullen doen als gevolg van het slavernijverleden. Mogelijk komt er een bewustwordingsfonds, waarmee bijvoorbeeld in het onderwijs en in de samenleving kan worden gewerkt aan de gezamenlijke verwerking van het slavernijverleden. Vicepremier Kaag vertrekt morgen terug naar Nederland.